Teerfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Omdat voor ons recht doen een opdracht van God is. Dat doen we altijd via lokale christelijke organisaties en vooral via lokale kerken. Waarom? Omdat de kerk er al is. In zoveel steden, dorpen en wijken over de hele wereld. De kerk kent de buurt en blijft aanwezig. Het is de plek waar mensen elkaar ontmoeten en waarvan Gods liefde wordt gedeeld. Mensen worden hier zichtbaar, ook Nathaniel in Kenia. I thought I am nobody. I have nothing which I came to bring to the world. I had no hope. Dankzij hulp van de kerk en Teerfund ontdekte Nathaniel langzamerhand wat hij zelf in huis had aan mogelijkheden. Nu is hij leraar. Hij heeft een inkomen, haalt veel plezier uit lesgeven en helpt anderen ontdekken dat ze zelf de sleutel zijn tot een duurzame verandering. In Ethiopië wordt ook gewerkt aan verandering. Deze kerk bouwde met hulp van Teerfund en heel veel mensen uit het dorp een nieuwe school. Op Java besloot deze kerk iets te doen aan al het zwerfafval in het dorp. Dat helpt tegen vervuiling en biedt werk en inkomen aan mensen die het afval inzamelen, sorteren en verwerken. Zo krijgen mensen vanuit de kerk nieuwe kansen, ook in Nederland, bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord. De beste manier om mensen uit armoede en onrecht op te laten staan is dat je hen, ik noem dat graag, rugdekking geeft. Dat je hen helpt dat zij gaan bloeien. Ook jouw kerk mag een plek van hoop zijn, dichtbij en ver weg. Geef vandaag aan de collecte. Scan de QR-code of ga naar teerfund.nl/collecte. Samen helpen we mensen opstaan uit armoede en onrecht.